Mevrouw de voorzitter, zou het echt zo zijn dat we momenteel een aristocratische lente beleven? Dat vroeg ik me af bij het voorbereiden van dit wetsvoorstel over het invoeren van een dubbele achternaam. Tot op heden werd het voeren van dubbele achternamen vooral geassocieerd met adel, elite. En het wetsvoorstel voert ons weer terug in de sfeer van de 19e eeuw. De aristocratische wind steekt kennelijk ook in Nederland op. Wie had dat kunnen denken, nog wel onder aanvoering van een partij die zich tooit met de naam Democraten 66. De regels over de achternaam waren tot op heden nauwelijks een bron van keuzestress. Dat zou nu wel kunnen gaan veranderen. Naast de keuze van de voornaam, uitzoeken van de wieg, andere attributen, de kleur van de muur, moet je nu ook nog een heel overzicht gaan doorspitten over welke achternamen gehanteerd moeten worden. En als het echtpaar dan al, als dit wetsvoorstel doorgaan, allerlei dubbele namen heeft, nou, dan zijn er behoorlijk wat opties denkbaar. Wordt het nou Pieterse Langemeijer of Janssen Breedveld of toch Breedveld Pieterse? En in de voorbereiding is ook verondersteld dat het mogelijk is een aantal namen juist te beperken door een enkele naam uit te kiezen, bijvoorbeeld alleen Pieterse. Een stuk is dat niet klip en klaar. Kan de minister dat punt ook nog bevestigen? Dank u wel. Interruptie van de heer Van Nispen, SP. Dank u wel. Een korte vraag, want ik denk dat de heer Van der Staaij gelijk heeft dat een heleboel mensen hier niet op zitten te wachten. Dat blijkt uit het onderzoek, maar ik denk dat het ook zo is dat voor veel mensen gewoon een enkele achternaam of houden zoals het nu is prima is. Maar het mooie van dit voorstel is toch ook dat dat kan. Want er wordt niemand iets opgedrongen. De mensen krijgen er een keuze bij om desgewenst te kiezen voor een dubbele achternaam. Dus ik ben het eens met de heer Van der Staaij. Veel mensen zullen hechten aan bijvoorbeeld de traditie van de naam van de vader of kiezen voor de naam van de moeder. Maar die mensen wordt toch niks afgepakt of opgedrongen? De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, dat is een bekend argument natuurlijk. Maar ja, ik noemde net ook het argument van de verrommeling. Het is dus wel zo dat weer in generaties of tussen families allemaal weer verschillende keuzes worden gemaakt, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Dus wat je kwijtraakt is wel een stukje duidelijkheid. En je zou kunnen zeggen, een soort politisering ook van die achternamen steeds verder. Het moet echt, nou, je moet wel gaan overleggen van wat gaat het worden en zo. En roept het uiteindelijk niet meer problemen op dan dat het oplost? En maken we die achternaam nu ook allemaal niet veel te zwaar en allemaal een persoonlijke keuze? We hebben met heel veel beperkingen te maken. Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld ook zeggen, ik vind mijn naam eigenlijk helemaal niet zo prettig. Hè? En die Marie-Claire, die komt straks misschien wel. Marie-Claire, als de ouders besluiten Frans Groenteman en Jansje Timmermans de naam erbij te voegen, dan heet Marie-Claire Groenteman Timmerman. Misschien is Marie-Claire er helemaal niet blij mee dat de ouders dat gedaan hebben. De heer Van Nispen. Kijk, die argumenten, althans, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar die vragen daarover, die begrijp ik nog wel. Wordt het niet te ingewikkeld of verrommelt het? Maar dat vind ik een ander argument dan wat ik meende te bespeuren. Namelijk alsof bijna iedereen in de toekomst te maken heeft met een dubbele achternaam. Want er wordt mensen die hechten aan die traditie of het later zoals het nu is, kiezen voor één naam. Die kunnen dat in de toekomst gewoon nog blijven doen. Ik vind het wel belangrijk om dat punt te markeren, voorzitter. Want ik meende even te bespeuren alsof van die mensen iets wordt afgepakt of opgedrongen. Dus dat moet wel duidelijk zijn. Voorzitter, daar zijn we het feitelijk zeker over eens. Het blijft een keuzemogelijkheid. Dit zou helemaal een toestand zijn als het nog weer verplichting zou zijn. Het kan ook zomaar, hoor. Ik zou niet weten waarom dat het morgen ook niet is. Want als het een liefdestekort is, zoals ik een beetje bij mevrouw Verginneke hoorde, als je kind niet de namen van allebei meegeeft, dan moeten we morgen dat maar ernstig maatschappelijke probleem ook wel oplossen. En vervolgens nog zeggen, het moet eigenlijk wel een plicht worden. Want het is toch eigenlijk een beetje van de zotte dat je maar van één oude de namen doorgeeft. Dat hoort toch echt van allebei te zijn. Misschien worden wel rechtszaken overgevoerd, demonstraties, petities. Vindt u het goed als ik mevrouw Verginneke eerst het woord geef? Want ze werd een beetje uitgelokt. Ja? Mevrouw Verginneke, doen we eerst dat en dan krijgt u het woord. Ja, ik heb in de tijd dat ik hier in dit huis werk de heer Van der Staaij leren kennen als een genuanceerde man. Maar die zie ik nu niet voor me, want hij maakt toch echt een karikatuur van dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel biedt juist keuzevrijheid en mogelijkheden, die je, de collega Van Nispen zei het ook al, die je wel of niet kunt gebruiken. En volgens mij begrijpt de heer Van der Staaij heel goed dat dat kan betekenen dat mensen kiezen voor een gecombineerde achternaam. Maar ook in de toekomst kunnen kiezen om juist van alle mogelijke achternamen er weer slechts één aan hun kind te geven. Dus ieder die dat wil, kan de traditie die, naar ik meen, voor de heer Van der Staaij belangrijk is, die kan die traditie voortzetten. En ik vind het eigenlijk niet zo passen,
in dit mooie inhoudelijke debat wat we met elkaar hebben, dat de heer Van der Staaij er zo'n karikatuur van maakt. Heer Van der Staaij. Voorzitter, ja, daar denken wij verschillend over. Ik vind het bij dit debat heel goed passen om eens even kritisch door te prikken van, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? En het lijkt allemaal zo onschuldig van, ja, weet je, als een paar mensen daaraan hechten, dan geven ze toch die kans. Maar mijn punt is, dit stopt niet. We gaan steeds sneller dan discussies krijgen over, maar waarom heb ik niet ook die mogelijkheid? En als de een wel, het is ook een soort van ongelijkheid, de een heeft wel een dubbele achternaam, de ander niet. En is dat dan wel zo prettig? Hoe beleven kinderen dat? En waarom heb je uiteindelijk, ja, wat ik net zei, er kunnen ook mensen met nogal wel mannelijk klinkende achternamen van achterhaalde beroepen als molenaar of andere opgezadeld zijn. Waarom geef je dan niet helemaal keuzevrijheid? En je kan zeggen, dat is een karikatuur. Je kan ook zeggen, ja, het is even een kwestie van doordenken, want de wijzigingen die gaan steeds sneller. In 1998 hebben we nog een nieuw systeem gehad, even nog grondig herzien. En nu zeggen we na een paar jaar weer, nee, het moet toch nog weer wat anders. Nou, hier stopt het ook niet mee, is mijn voorspelling. En morgen hebben we weer een nieuw wetsvoorstel. En ik denk dat we onze energie wel beter kunnen besteden. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Mutluwer. Ja, ik kan hier natuurlijk een heel betoog houden en in discussie gaan met de SGP. Ik waardeer mijn collega echt enorm. Maar ik vind het nog steeds te zot voor woorden dat er partijen zijn die niet eens vrouwen in hun eigen partij hebben. Maar dat terzijde, waarom noem ik hem? Als ik zou gaan trouwen, dan heb ik de keuze om de naam ook van mijn partner aan te nemen. Dan heb ik ook een dubbele achternaam. En dat leidt ook niet tot de verrommeling, want de ene vrouw kan daar wel voor kiezen en de andere vrouw hoeft daar niet voor te kiezen. En in mijn beleving moet je dat gewoon doortrekken en daarmee sluit ik mij aan bij de eerdere betogen van mijn collega van Nispe en van Ginneke, dat het nog steeds een keuze blijft en dat het dus gewoon kant-en-klare onzin is. Ook dit is gewoon een bijdrage en niet een vraag. Of ik kan zeggen, bent u het met mij eens, dat ook als je als vrouw de naam van je partner afnaamt, dat zou dus geen probleem zijn, maar bij een kind wel. Dus ik vind hem eigenlijk een betoog wat nogmaals geen hout snijdt. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter. Natuurlijk, het staat ieder vrij om zijn eigen mening hierover te vormen. Daar hebben we ook een interessante uitwisseling hier van. Dus betekent mijn stellingname dat in dit geval die tot een verrommeling leidt, dat elke vorm van keuzevrijheid uitgesloten moet worden? Nee, dat zeker niet. Er zijn ook mooie voorbeelden, ook bekend als het gaat om de, we hebben heel veel keuzevrijheid bij de voornamen, behalve dan als het gaat om onbehoorlijke namen. Nou, daar is ook dan wel soms wat discussie over, maar heel veel keuzevrijheid. Dus niet elke keuzevrijheid leidt tot een verrommeling. Dat is niet mijn stelling. Maar ik zeg wel, in dit geval, en als u het wat genuanceerder wil horen, dan kan ik ook, als dat prettiger in de oren klinkt, heb ik er ook geen moeite mee om aan te sluiten bij wat in een keurige volzin al door de heer Knops is aangehaald van bewindslieden van uiteenlopende politieke achtergrond. Dit een brief van de heer Van der Steur, een minister van VVD-huizen, dat niet is gebleken van dermate grote en urgente maatschappelijke problemen op het gebied van het naamrecht, dat de fundamentele wijziging van wet en regelgeving op korte termijn noodzakelijk is. En hij verwees toen al naar wat er eerder over is gezegd. Ik zie ook hier in commentaren wel naar voren komen dat het ook zoekwerk, verwarring, kosten kan meebrengen. Vooral voor maatschappelijke organisaties die in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen toegang hebben tot gegevens die in de basisregistratie persoonsgegevens zijn opgenomen. Dus ja, ik vind het wel degelijk dat deze nieuwe toevoeging aan het keuzepalet wel problematisch is. En wij waarderen dat inderdaad verschillend.